Goedemorgen leerlingen, goedemorgen juffen en meesters. Mijn naam is meester Jochem en we gaan weer luisteren en kijken naar een nieuwe aflevering van Sporter in de Klas. En ja, jullie hebben de beelden gezien. Jullie zagen het filmpje van de Invictus Games. Over 6 maanden is het zover. Nou, ik kan je vertellen, het is over een paar dagen zover. En daar gaat het onder andere vandaag over. We gaan spreken met niemand minder dan Mart de Kruijf. Hij is voorzitter van de Invictus Games. En ja, het is een man met veel ervaring vanuit de militaire wereld. Maar enorm betrokken inmiddels ook bij de sport. En met name, zoals we in deze maand waar we het al over hebben, de kracht van sport voor de mens en voor de ontwikkeling, voor de geest. En voor het lichaam. Ik ga hem er gauw bij halen. Goedemorgen, Mart de Kruijf. Goedemorgen. Ik hoor jou niet, Mart. Dat is mooi. Hè? We hebben net lange tijd getest, maar Mart weet nu precies op welke knoppen hij mag drukken. Let op. Ja, kijk, daar is hij. Helemaal goed. Goedemorgen, Mart de Kruijf. Hey, hoi. Goedemorgen. Zou jij je even willen voorstellen aan de kinderen? Ik ben Mart Kruijf, ik ben 40 jaar militair geweest. Ik ben op missie geweest in Bosnië en in Afghanistan. In 2016 ben ik met, zoals dat heette, vroeg pensioen gegaan. Dan hoef je niet meer te werken. En sinds die tijd doe ik allemaal leuke dingen. En een van de leuke dingen is dat we sinds 5 jaar bezig zijn. Mart, je mag nog even op de koptelefoonpoort zetten. Want ik denk dat hij geswitcht is als ik het zo beluister. Oké. Okay. En hoor je me nu? Ja, ik hoor je nu goed en volgens mij klinkt het beter. Dus dat is... Helemaal goed. Helemaal goed. Oké. Okay. Jij bent met buitengewoon verlof gegaan op je 60ste en inmiddels betrokken bij de Invictus Games. Zo is het. Al 5 jaar. En mijn baas is Prins Harry. Misschien kennen de kinderen die wel. Want het was eigenlijk zijn idee om die games ooit te beginnen. Wat is de reden dat die games gestart zijn? Ja, Prins Harry zat in Afghanistan en die vloog terug naar huis en die zag... Hij zat in een vliegtuig met 2 gesneuvelde Deense soldaten en 8 gewonde Britse soldaten. En hij dacht, daar moet ik wat mee, daar moet ik wat mee gaan doen. En toen heeft hij bedacht eigenlijk dat sport voor iedereen hartstikke goed is om beter te worden. Beter in je lichaam en beter met je hoofd. Dus hij is toen gaan organiseren de Invictus Games. Invictus betekent eigenlijk onoverwinnelijk. Ik kan mezelf overwinnen. Ik heb een tegenslag gehad. Ik ben een beetje ziek in mijn hoofd of ik mis dingen van mijn lichaam. Ja. Maar ik laat zien wat ik nog wel kan. En dat doe ik met sporten, want sporten helpt daar gigantisch bij. Ja. En je zegt van een beetje ziek in het hoofd. Kan je duiden aan de kinderen wat dat betekent? Nadat je misschien in oorlogsgebied bent geweest, dat je een beetje ziek wordt in je hoofd? Ja, als je iets heel ergs meemaakt, dan hebben een aantal soldaten komen daar niet vanaf. Dus als ze s'nachts slapen, kunnen ze niet slapen omdat ze de beelden steeds weer zien. En ze horen de geluiden steeds weer. Je merkt bijvoorbeeld dat mensen heel veel gaan drinken, heel snel kwaad worden of heel chagrijnig zijn. Dan kun je merken, en als dat maar voortduurt, hè, want we zijn allemaal wel eens chagrijnig. Maar als je dat elke dag hebt, hè, dan noemen ze dat een trauma. Een trauma. En dan moet je echt voor geholpen worden. Nou, en wat helpt met zo'n trauma? Blijkt elke keer weer sporten. Als je lichaam goed is, dan wordt je hoofd daar ook beter van. Kijk, dat is een hele belangrijke boodschap voor de kinderen. Dat inderdaad als je lichaam goed is, dat je hoofd ook beter wordt. De eerste vraag die komt al binnen van het Kompas. Heeft u Prins Harry wel eens ontmoet? Ja, zeker. Ja hoor. Aantal keren, zowel in Afghanistan, toen hij daar zat, zat ik daar ook. En hij is natuurlijk mijn baas, dus ik zie hem vaak. Heel veel op PTC, dus via de computer. Maar morgen zie ik hem weer live. Dan is hij in Den Haag. En dan, Is hij ook alle dagen in Den Haag aanwezig? Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet zeker, maar ik denk het wel. Hij is zeker bij de opening op zaterdagavond en bij de sluiting. Ja. Dan ook een beetje vanaf waar hij, of hij nog andere dingen wil doen. Maar ik denk dat hij bijna elke dag wel doet. Ja. De wegwijzer, die vraagt van, wat vindt u het mooist aan de Invictus Games? Eigenlijk zijn er 2 dingen. Mooi. Het eerste is dat je ziet dat door te sporten met elkaar worden mensen beter. Je zit erbij dat mensen beter worden. Dus vrolijker worden, niet meer chagrijnig zijn. En het tweede is als je daarheen gaat en je ziet hoe sterk die mensen zijn. Die zijn allemaal in een gat gedonderd, maar die kruipen er zelf uit. Ja, dan ga je zelf ook niet meer zo klagen over jezelf. Waarom zou je klagen over jezelf?
als je ziet hoe ontzettend sterk die mensen zijn. Dus je komt er heel nederig, maar ook hartstikke vrolijk van terug. Kijk, PWS die vraagt, en dat vind ik wel een hele goede vraag, doet u zelf ook mee? Ik mag zelf niet meedoen, ik ben wel veteraan, maar ik heb geen trauma in mijn hoofd. Kan over nog komen hoor, dat kan nog komen? Ja, dat kan komen. Bij sommige mensen, ja, sommige pakken na 40 jaar. Het is heel moeilijk om te zeggen wanneer dat gebeurt. Dat maakt zo'n rotziekte. Want hoe weet je nou of je ziek bent met een trauma als je na 40 jaar zoiets krijgt? Weet je, weet je dat nou? Hoe kun je dat nou zien? En dus dat zou nog steeds kunnen gebeuren. En ik hoorde de naam veteraan. En wanneer ben je veteraan? Je bent veteraan als je op missie bent geweest. Dus als je land zegt, wij willen vrede stichten in een ander land. In Bosnië of in Afghanistan. Dan ga je heen en je doet het goed. En je bent er vier... Sorry. Gezondheid. Je bent er 4 tot 6 maanden bij daar geweest. En je komt terug. Ik hoor je nu even wat minder goed. Maar dat betekent even voor de duiding voor de kind. Ik dacht altijd bij veteranen dat zijn er wat meer oudere mensen. Maar eigenlijk, dat heeft niks met leeftijd te maken, veteraan. Nee hoor, helemaal niks. Ik heb hele jonge veteranen. Oké. Okay. Hele jonge veteranen. En jongens van 18, 19 jaar kunnen veteraan zijn. Ja. Maar we denken vaak met veteranen uit de mensen uit de Tweede Wereldoorlog en het Indië. Maar dat is lang niet meer zo. Dus veteraan ben je als je op missie bent geweest. Moet je inmiddels een slokje water nemen of gaat dat goed, meneer de Kruijf? We houden het vol. We houden vol. Mooie vraag, die komt binnen van de Roelof Venema School 8B. Helpt voetbal u om niet over de oorlog na te denken? Jazeker. Ja, zeker. Hele goede vraag. Want als je voetbalt, maar dat weet je wel, ben je alleen maar met voetbal bezig. Ja. En waar loop je tegenstander? Waar is die bal? Ben ik niet moe? En eigenlijk kun je 90 minuten bezig zijn met jezelf. En niet met de oorlog in je hoofd. Nou, dat is nou precies waarom sport zo belangrijk is. Heel goed. De kapitein die vraagt, wat is het belangrijkste dat u heeft geleerd op een missie? Mooie naam trouwens, de kapitein. Ja, dat vond ik ook. Ja. Het belangrijkste dat je leert op missie is wat je als mens wel en niet kunt. Dat is het belangrijkste. Dus je kunt heel veel dingen wel. Hè? Je kunt heel veel dingen. Je bent sterk. Je kunt met 60 graden buiten kun je rondlopen. Je kunt je mensen goed aansturen. Maar je kunt ook dingen niet. Bijvoorbeeld als je erge dingen meemaakt. Dan kun je heel stoer zijn. Soms werkt dat niet. Dan moet je huilen of dan word je emotioneel. Als je merkt wat je wel kan. Je merkt wat je niet kunt. En dat is helemaal niet zo erg. Want daar kun je dan veel beter mee leven. Wat was het meest lastige wat u heeft meegemaakt in uw rol dan toen er tijd ook? Dat vooral mensen die ik heel goed kende zijn overleden daar, zijn gesneuveld. Dat is het ergste wat er is natuurlijk. En dan gesneuveld door een bom of een raket? Of... Ja. Dus toen ik daar zat in Afghanistan zijn er een heleboel mensen gesneuveld waar ik de leiding van had. Maar ik ken daar 2, kende ik ook zelf. Dus als je dat dan weet en je kent die mensen en je werkt met ze samen. En je moet een afscheid van ze nemen. Ja, dat is natuurlijk keihard. Ja, en is dat, dat kan voor sommigen, want dat is dus ook de link naar de Invictus Games. Voor andere veteranen dan ook soms zo'n verdriet zijn dat ze daardoor, zoals we dat eerder noemden, ziek in hun hoofd kunnen worden. Ja, en het zijn niet enkel de soldaten die aan het vechten zijn geweest, maar ook soms ook soldaten die in de keuken hebben staan, 4 maanden. Ja. Die kunnen ook zo'n trauma krijgen, omdat ze bang zijn geweest dat er raketten werden afgeschoten of omdat ze vreselijke dingen bij hun maatjes hebben gezien, bij hun collega's hebben gezien. Dus je hoeft niet altijd buiten te zijn geweest. En te hebben vochten bijna iedereen die op missie is geweest, kan wel om een of andere reden zo'n trauma. Helder. Het kompas, dat vraagt hoeveel landen en mensen doen mee aan de Invictus Games? Het zijn 500 sporters uit 17 landen. Ook de Oekraïne komt. Okay. Die gisteren aangekomen. En die mogen allemaal 2 friends and family meenemen. Dus als je wat doet met sport en je wordt er beter van, is het belangrijk dat je vrouw of je vriend of je broer of je zus daar ook bij is. Want als jij zo'n trauma hebt, dan is het thuis ook niet leuk. Hè? Nee. Je doet het met z'n allen, ga je daar doorheen. Dus ga je ook met z'n allen naar de Invictus Games om daar een beetje te genezen. Heel goed. De Roelof Venema School die vraagt van, vocht u bij de landmacht? Jazeker, ja. Ik ben zo'n groene jongen, zeg maar. Ja. Een groene jongen, en dat wil zeggen in de groene kledij? In de groene kledij. En hebben we dan ook nog andere kleuren?
Ja, we hebben de lichtblauw van de luchtmacht, hè, onze vrienden van de luchtmacht. Die met helikopters vliegen en met straaljagers en met transportvliegtuigen. En de mensen van de marine hebben in het donkerblauw met de schepen. Maar we kennen ook wel de onderzeeboten. En misschien hebben jullie wel eens gehoord van de mariniers. Dat zijn eigenlijk groene soldaten, maar dan op zee. De mariniers zijn groene soldaten, maar dan op zee. Oké, okay. Heel goed. Basisschool Tariq die vraagt, wat hoopt u in de toekomst nog meer te kunnen bereiken met de games? Nou, in elk geval dat we weten dat mensen die gehandicapt zijn niet zielig zijn. Dat is het belangrijkste. Mensen die het hebben in hun hoofd of delen van hun lichaam missen, die zijn niet zielig. En moeten ook niet zielig tegen ze doen. Dat willen ze helemaal niet. Nee. En het tweede wat wel heel leuk zou zijn, is als ze een beetje beter kunnen laten sporten. Dus geen sporthallen met drempels hebben. Of goede rolstoelen waar je rolstoel basketbal kunt spelen. Dat soort dingen. Als dat met z'n allen fixen, is het hartstikke goed. Want het is nu in Den Haag. Het zou al 2 jaar geleden gehouden worden. Maar vanwege de corona kon dat niet eerder. Wat zijn de volgende Invictus Games? Is dat al bekend? Ja, dat is bekend. Die zijn in 2023 in Duitsland. Ik hoor je nu weer even niet zo goed. Ja, even aanklikken. Nee, ik hoor hem nu nog niet zo goed meer. Even kijken of hij het weer wilde gaan doen. Ik wil mij nu horen. Ja, nu hoor ik je weer beter. Er gebeuren allemaal rare dingen hier en daar. Ja, ja, ja. Tijdens 2024 zijn ze in Düsseldorf in Duitsland. In Duitsland, oké. De wegwijzer die vraagt, wat is uw favoriete sport? Ja, dat is ontzettend moeilijk, want ik sport van alles. Ik voetbal, ik fiets, vind ik superleuk, ik doe aan hardlopen en ik hou van schaatsen. Nou, zeg het maar. Oh, dan hebben we wel wat raakvlakken in dat opzicht. Ja. Behalve het voetbal, want ik ben meester Jochem is niet de grootste voetballer. Ik voetbal zelf niet, ik vind dat niet het allermooiste, maar ik vind fietsen en schaatsen natuurlijk heel erg mooi. Nou, voor, jongens en meiden, ik voetbal nog 1,5 tot het laatste punt op. Ah, kijk eens aan. Lekker voetbal, hoor. Ja, dat zijn mooie zaken. Hey, en de komende dagen gaat de opening plaatsvinden. Wat kunnen de kinderen, kunnen ze daar iets van zien? Kunnen ze er iets van horen? Ja. Hoe werkt dat? Het is live op de televisie van 7 tot 8. Het wordt trouwens ook in de hele wereld uitgezonden. In Engeland, Amerika en Canada. Ja. En direct gaat optreden. Nou, die kennen de meeste jongens en meiden wel. Voor de wat ouderen, voor de juf en de meeste, de Kaiser Chiefs komen op en treden. De Kaiser Chiefs, natuurlijk, die moeten we ook zien. Die kennen we ook. De koning bij de ceremonie. Mark Rutte is bij de openingsceremonie. En natuurlijk, na de openingsceremonie, onze grote aanspreker. Kijk, heel goed. Hey, en als je het wil bezoeken, de wedstrijden, kan dat ook? Ga naar de website, je kunt er altijd heen. Je zit op de site, daar kun je zo in. Alleen we gaan even kijken of alles wel veilig is. Je gaat even een setje kunt er zo in. En voor een wedstrijd, als je daarheen wilt, kun je een kaartje kopen. Maar soms hoef je niet eens een kaartje voor een wedstrijd te kopen. Want vrijdag is het wielrennen. Ja, dat doen we buiten. Hoef je geen kaartje te kopen. Maar dat is dus in het Zuiderpark in Den Haag. Dat is even goed. In Den Haag. Ja. Het Zuiderpark. Kijk eens aan. Dus voor het wielrennen kan je ook gewoon langs de weg gaan staan om te kijken. Dat is, precies. Oh, het is supermooi, supermooi. Nou, ik ben heel nieuwsgierig en ik kijk er wel naar uit om in ieder geval de verhalen en de berichten te zien van met name van de atleten die daar aan deelnemen. En ik hoop inderdaad dat het gewoon het voor elkaar krijgt wat we willen. Dat we middels sport mensen weer onoverwinnelijk kunnen maken. Want volgens mij willen we dat met z'n allen heel graag. Heel goed. Zo is het. Dank voor de antwoorden op de vragen van alle leerlingen. Dank jullie voor de vragen. Ja, en heel veel plezier de komende dagen in de rol van voorzitter van de Invictus Games in Den Haag. En, dat gaat mij gelukkig. Veel sportplezier gewenst namens alle dankjewel. Leerlingen. Dankjewel. Jongens, meiden. Ziet het, dankjewel. Heel goed. Hey. Dag. Dag. Ja mensen, dag kinderen. Dit was weer een aflevering. We gaan elkaar volgende week weer zien. En volgende week hebben we een nieuwe aflevering. En dat is niemand minder dan Kenyu Ondaan. Hij is basketballer. En we gaan het in hebben over overgewichtige zaken. Hij gaat vertellen hoe hij sport weer heeft gebruikt. Hij de kracht van sport heeft gebruikt om zichzelf weer fit en vitaal te maken. Want hij was vroeger wat te zwaar. Maar het heeft hem weer het zelfvertrouwen gegeven. Dus ik hoop dat jullie allemaal weer kijken. We zijn er volgende week donderdag 21 april om 9:30. Dus ik zou zeggen, allemaal kijken en de vragen gaan stellen. Groeten van meester Jochem. Hoi hoi!